Het aantal mensen met kanker neemt jaarlijks toe. Ook bij Icacia zorgt het voor een stijgende vraag naar behandelingen. Uitbreiding van de capaciteit voor de oncologische patiënten was daarom nodig om te kunnen voldoen aan deze vraag. En ze hebben nu een gloednieuw oncologisch centrum. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. En daarom krijg ik vandaag een rondleiding van Jacqueline Stuyn. Nou, welkom op het oncologisch centrum. Ja, we zijn enorm trots op wat hier bereikt is. Wij hebben hier een hele kwetsbare patiëntengroep die we behandelen. En we hebben geprobeerd de omgeving zo goed mogelijk daarop aan te sluiten. Dus de patiënt een rustige omgeving te geven die stressreducerend is. En waar de patiënt zich ondanks deze moeilijke intensieve behandelperiode toch op zijn gemak voelt. En vind je het leuk om met me mee te kijken? Nou zeker, het is ja. Echt prachtig. Ja, zeker. Dan lopen we eerst naar de behandelkamer. Patiënten horen hier soms echt slecht nieuws en dan is het prettig om ook aan de tafel te zitten met de arts. Aan een ronde tafel, dus niet tegenover elkaar, maar echt met elkaar te kijken van welke behandeling is passend voor mijn situatie. In deze ruimte hebben we dus ook een plek waar lichamelijk onderzoek en eventueel controles gedaan kunnen worden. Dat is dan uit het zicht van de tafel, van het spreekuurgedeelte en hier kan dat dan allemaal plaatsvinden. Dit is dus een voorbeeld van een behandelkamer, maar daarnaast hebben we hier aan de andere kant. Dit is een voorbeeld van een kuurstoel. Hier krijgen patiënten bijvoorbeeld chemotherapie. Ze zijn hier heel de dag. En hoe fijn is het dan dat je een omgeving kan bieden waar ze zich veilig voelen. Waar dezelfde kleurstelling ook weer terugkomt. Wat ook weer stressreducerend kan zijn. Dat horen we ook terug van de patiënten. Dat ze ook prettig vinden zitten, het comfort geeft. Maar dat ze ook zich hier veilig voelen in deze omgeving. We hebben geprobeerd het zo huiselijk mogelijk over te laten komen. En dat kan je bijvoorbeeld zien door deze kast. Dit is een kast die iedereen in zijn woonkamer kan hebben. Maar hier in deze kast zit zuurstof. Ik zal hem even open doen. Dan zie je ook inderdaad dat hier zuurstof is wat gegeven kan worden aan de patiënt. En ook op het moment dat er andere calamiteiten zijn, dat er van de apparatuur gebruik gemaakt kan worden. De patiënt heeft het zelf vaak helemaal niet in de gaten dat het er zit. Als de patiënten moeten wachten, dan kunnen ze hier plaatsnemen. Dit is eigenlijk ook een huiskamerconcept. Met huiselijke meubels. Dus ook over dit soort plekken in de nieuwbouw is over nagedacht. En waar ben jij het allermeeste trots op? Ja, het is echt heel prachtig geworden. En het meeste trots ben ik toch wel op het team van het oncologisch centrum, wat hier dag in dag uit met heel veel zorg en toewijding voor deze patiënten zorgen, voor deze kwetsbare patiënten. Maar ook wel op het gebouw en de luxe en comfort die wij de patiënten kunnen bieden, wat ook weer kan bijdragen aan hun herstel. Ja, en dat is toch ook echt mede mogelijk gemaakt dankzij de vrienden van Icacia. Dus daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. Oh, wat is dat prachtig geworden. Ik kan me zo voorstellen dat patiënten het super prettig vinden om daar hun behandelingen te krijgen. En mooi dat het mede mogelijk is gemaakt door de vrienden van Icacia. Nou, wilt u nou ook vriend van Icacia worden? Ga dan naar www.vriendenvanicacia.nl.